De rehabilitatie van wegen zal de komende tijd op een duurzame manier plaatsvinden, zei minister Riyad Noor Mohammed woensdag voor aanvang van de ministerraadsvergadering. Nu zullen nog labwerkzaamheden plaatsvinden, maar Noor Mohammed garandeert de introductie van een andere methode om te voorkomen dat de wegen steeds kapot gaan. Dus daar zit professioneel zin op en delen, openmaken en asfalteren. Er zijn een aantal bekende wegen, onze toegangswegen, Gommestraat, Gemeenlandsweg, Saramaka, die sprong is al jaren zo. Commissaris Wijtenweg gebeurt met de Weegautoriteit, Kerkampweg, dat is een deel van de Weegautoriteit. Het zijn wegen waar heel veel verkeer komt. Dat zijn dus de asfaltwegen. Er komt ook voorlichting voor wat betreft de situatie met slechte wegen na regenval. De bewindsman zegt dat er uiteindelijk geen plombeerwerk meer gedaan moet worden. Hetzelfde geldt voor ontwatering. We hebben extra gekeken wat we kunnen bezuinigen ten koste van ons. Misschien dat zult u meer werkzaamheden zien wat ontwateringszaken betreft. Dat was inderdaad een stagnatie van een jaar. Maar laat niet verwarren. Dus we pakken dat met werkzaamheden. Dus dan komt er een stuk verlichting. Maar wat ik je gelijk wil zeggen is, en natuurlijk hebben we grote prijzen, dus dat gaat zo blijven. Noor Mohammed geeft aan dat er op dit moment geen duurzame oplossing is voor de problemen met de zandwegen, omdat de middelen er niet zijn. Wel zullen onderhoudswerkzaamheden, zoals het egaliseren, worden gedaan.